we hebben heel bewust gekozen, niet alleen om de auto's te verminderen, maar ook om de deelwagens zelf elektrisch te maken. Dus we hebben nu twee elektrische wagens ter beschikking. Belangrijk om te zeggen is, dus nu staan die hier aan het getouw. De bedoeling is dat we die nog gaan spreiden, dat we er eentje hier houden. Eigenlijk vlak in het centrum van de stad, op een goed toegankelijke plaats waar dat ook het gemeentepersoneel er eventueel gebruik van kan maken. En eerst een station, met het idee van daar eigenlijk de mobiliteitshub die dat daar is, hè, waar dat er verschillende vervoersmodi bij elkaar komen, om die eigenlijk verder uit te breiden en te versterken. En op die manier ook bezoekers van onze prachtige gemeente de kans te geven om zich met een deelwagen te verplaatsen. Kijk eens aan. Het reserveren is via de app, dat is wel belangrijk. Gebruikers die interesse hebben, we gaan ook op de infosessie natuurlijk toelichten, die kunnen zich registreren via onze site, cambio.be. Ze krijgen ook dankzij de gemeente ook een gratis instapkost. Normaal is dat €35, die valt weg dankzij de gemeente voor 1 maand. Voor 3 maanden valt die weg. En daarna leggen we natuurlijk het systeem verder uit. U registreert zich en als u eens als u geregistreerd bent, dan kan u ook gewoon via uw smartphone kan u dan reservaties maken en kan u uiteraard met de wagens gaan vertrekken. De sleutels die zitten altijd in de wagen in het handschoenenkastje, hè? Dus u hoeft geen sleutel mee te nemen of iets dergelijks. U heeft wel uw smartphone natuurlijk wel nodig, hè? Dat wel. De wagens die hier staan voor de gemeente Mol, dat zijn de eerste, maar zijn er nog in andere gemeentes Cambio-wagens? Ja, klopt. Mol is eigenlijk de 8e gemeente die dit jaar opstart met wagens van Cambio. En er gaan er nog 5 andere gemeenten in de Kempen volgen. Dus begin volgend jaar hopen wij in 13 gemeentes Cambio-deelwagens te plaatsen. En dat gaat in totaal over 34 deelwagens, allemaal elektrische wagens van Cambio. En weet jij ook of er nog uitbreiding voorzien is voor Mol? Voorlopig niet, denk ik. Het is altijd best dat je opstart met 2 wagens, ziet dat die goed beginnen gebruikt te worden. En zodra dat de gemeentebesturen samen met Cambio merken van dat de wagens veel gebruikt worden, dan kan gekeken worden om ook bijkomende wagens te gaan zetten. Jana, we hebben vandaag de presentatie hier gekregen. Nu, die wagens die toekomen hier bijvoorbeeld, die gaan binnenkort ook aan het station staan. Ja. Bestaat dan de mogelijkheid dat we bijvoorbeeld met mensen die in hetzelfde bedrijf werken van die wagen kunnen gebruik maken? Ja, dus een van de 2 wagens blijft hier aan het getouw staan en de andere gaat naar het station van zodra die laadpaal gekeurd is. Als mensen hier aankomen aan het station in Mol en bijvoorbeeld naar Vito of SCK moeten, kunnen zij die auto ook, als ze die gereserveerd hebben, meenemen naar daar en 's avonds terugbrengen op dezelfde plaats. Dus die mag een hele dag op het werk blijven staan? Ja, als je die op tijd reserveert en die is vrij, dan kan je die voor een bepaalde tijd, heel de dag bijvoorbeeld. Je kan dat voor korte periode of je kan dat voor elk langere periode reserveren. Stel u nu dat voor zo'n bedrijf bijvoorbeeld iemand op zending moet, zoals men dat zegt, ja, met de wagen ergens naartoe moet. Mag hij dan ook van die wagen gebruik maken? Hij zou dat kunnen doen, ja. Dat blokkeert natuurlijk de auto, dan is dat niet meer mogelijk om voor andere mensen die auto te gebruik te maken. Maar we hebben er 2, dus er is ook nog een mogelijkheid om hier aan het getouw dan de auto te reserveren daarvoor. En kunnen ze daar lang genoeg dan mee rijden? Want anders kunnen ze niet zo heel ver weg, hè? Ja, dus normaal gezien zijn de auto's altijd opgeladen als die gebruikt worden. Er is ook de mogelijkheid om die in de tussentijd op te laden. En dan is dat ook met het kaartje dat in de auto zit. Prima, ja. Ziet er goed uit, hè? Heel goed, ja. Ik ben heel blij. Allee, proficiat, hè? Ja, dank je wel.